driemaal is steeds recht. Groen-blauw. Hey, wat vind jij nou bijzonder aan de Wereldhavendagen? Allereerst vind ik het nu bijzonder dat ik hier een soort van de kick-off heb gedaan. Terwijl ik normaal gesproken als klein kind hier zo vroeger kwam. Het bestaat al heel lang, hè? Ja, ik weet niet hoe lang precies, maar heel lang in ieder geval. Ik heb nu nog niet rondgelopen, maar er zullen vast hele toffe activiteiten zijn. Ik denk dat het belangrijk is, dat nog belangrijker dan vroeger, dat dit er is. Ik ben opgegroeid als jongen van Rotterdam-Zuid. Mijn eigen kledinglijn heeft zelfs de hefbrug. Dus ik sta hier niet even zomaar te zeggen dat ik trots ben op de Rotterdamse haven. En vroeger was het ook zo. Als we ergens in het buitenland waren, hoorde je altijd Amsterdam. Amsterdam. Zeg, hey, Rotterdam. En dan zegt ze, wat heb je daar? Ik zeg, hey, grootste haven van Europa. Wat is het? Maar dan op zijn Engels, een beetje gebroken Engels. Maar daar, weet je, daar was je gewoon heel erg trots op. En ik denk dat de nieuwe generatie dit soort dagen wel nodig heeft om tot een nieuwe inzicht te komen. Vroeger was het ook haven, zwaar werk, show. Hey, nu heb je gewoon joysticks, kan je gewoon helemaal dingen bedienen. Er zijn hele vette dingen, niet alleen dat. Ik denk dat voor iedereen, hè, sommige mensen zijn heel erg blij met heel de dag rekenen. Ik moet er niet aan denken. Alleen geld ontvangen is leuk, maar, ja. Maar gewoon, weet je, de hele dag met cijfers bezig is. Dat vind ik niet leuk, maar iemand anders wel. Ja. En zo is er ook binnen de haven, is er ook verschillende werk waarvan ik zou zeggen, met die joystick vind ik geweldig. Iemand anders denkt, ah joh, wat is dat voor kinderachtige dingen? Ik wil gewoon echt de kapitein zijn, bijvoorbeeld. Ja, dus gewoon je eigen carrière bepalen, en ja. Dat kan in de haven. Ja. Wat raad je de kijker nou aan om te gaan doen tijdens de Wereldhavendagen? Nou, ik denk eigenlijk zoveel mogelijk bekijken. Dat is eigenlijk, het hele leven is één ontdekkingsreis. En we wonen op een heel klein landje, in de grote wereld om het zo te noemen. En ja, als ik naar Nederland kijk, heb ik niet eens veel gezien. De haven is 40 kilometer lang. Ja, goed geïnformeerd. Ja, je bent goed op de hoogte. Ja, dat is goed trouwens, ja. Dus ja, dan is er ook heel veel te zien, heel veel te doen. Ik denk dat heel veel bedrijven ook hun best hebben gedaan om het mensen naar hun zin te maken. Maar ook om uit te leggen wat er precies gebeurt. Dus ik raad eigenlijk aan om zoveel mogelijk te doen. Zoveel mogelijk te kijken. Op pad gaan. Ja, en ook weten dat er gewoon vrouwen ook werken in de haven. Met Rarko een filmpje gemaakt. Hij schrok gewoon dat hij met een dame aan het werk was. Ja, dan denk ik, nee man, als ik terugkom bij Kruiskade, dan gaan ze me niet geloven dat een vrouw in de haven werkt. Nou, dankjewel. Was dit het? Nee, ik wil iets langer in jullie vlog, man. Wat is dit? Ik sta hier bij de stand van het havenbedrijf. Naast mijn collega Ellie. Hi. Hi. Kan je vertellen wat hier allemaal te doen is tijdens de Wereldhavendagen? Ja, wat is er niet te doen, kan je beter zeggen. Wij hebben in ieder geval 3 attracties hier in de tent van het havenbedrijf. We hebben de energietransitiefilm die gedraaid wordt. Die duurt ongeveer 6 minuutjes. En dan heb je de Quizmaster. Daar hebben we een quiz van 10 vragen waar je kan meedoen. Er zijn variërende vragen. En dan hebben we de VR-bril. En dan ben je aan boord in de RVA 8. Een hybride patrouilleboot van het havenbedrijf. Superleuk. Top, genoeg te doen dus. Ja, en wat is nou de rol van het havenbedrijf hier? Samen met de stichting is de organisator van, van de Wereldhavendagen. Wij zorgen natuurlijk dat dit hier allemaal staat. Dat het allemaal oké verloopt. Leuk, nou veel plezier. Dankjewel, gaat helemaal lukken. Hopen jullie te zien dit hele weekend. We staan hier in de Rijnhaven aan boord van de Ecolution. En wat is de Ecolution eigenlijk? Ecolution is een zeiljacht zoals je ziet. Een 2-master, 1,26 meter lang. Ontworpen door onze eerste astronaut, Hubble. Met als bedoeling om zo energiezuinig mogelijk te kunnen varen. En wat doen jullie hier eigenlijk tijdens de wereld? Wat kun je hier eigenlijk doen tijdens de Wereldhavendagen? Ja, je kunt het schip bezoeken. We leggen uit wat de Opels wilden met dit schip. Je kunt binnenkijken. Het heeft een aantal bijzondere kenmerken. We kunnen energie opwekken op het moment dat we zeilen. En we gaan het hebben over de toekomstplannen. En we willen dit schip niet alleen elektrisch kunnen laten varen, maar ook op waterstof. Waterstof elektrisch. Dat is een hele nieuwe ontwikkeling. Waar we graag het stokje van Opels willen overnemen. Om dat ook te gaan ontwikkelen. Ja. Daar sluit de volgende vraag denk ik mooi op aan. Wat betekent Energize voor jullie? Nou ja, energize in de breedste zin van het woord. Ik bedoel, ja, energize gaat natuurlijk over power, over kracht ontwikkelen voor vooruit te komen. En dat is iets wat Opels ook ons geleerd heeft. Je moet enthousiast zijn, het is een positief avontuur om je
die vooruitgang voor elkaar te pushen. Hoe kom je erbij om dit te gaan doen? Puur toeval. Ja? Puur toeval. Ik heb een vliegschool. Ja? En, maar we staan heel vaak staan aan de grond in verband met het weer. Ja. En toen zag ik dit op een gegeven moment weer voorbij komen op tv vorig jaar. En toen ben ik er gelijk vol aan ingedoken, naar Amerika gevlogen, boot besteld. Hoeveel van deze dingen zijn er? Eentje in Europa, die commercieel doet varen. En maar je bent dus ook piloot? Ja. Skydance.nl. Skydance.nl.